En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Kev Rijts, de enige echte natuurlijk. Ja. We zijn vandaag in Flamingoland. Yes. Heel leuk, mijn haar zit nog steeds niet. Nee. Leuk om te vertellen, wij wisten niet dat we hier naartoe zouden gaan. Kijk, dat is al de tweede keer dat je in een intro gaat niezen. Ja, niezen, ja. Maar jij gaat ook altijd zo vloggen wanneer ik in de zon moet kijken. Ja, dat klopt, want anders zijn we niet goed, anders zijn we niet goed uitgelicht. Als we nu omdraaien, dan heb je tegenlicht. Ah. Dat moet jij weten als vlogger. Je deed het weer. Nee. Nee, we zijn dus in Flamingoland. Heel leuk, want hier wilde ik nog heel graag een keer naartoe. Ik ook. In Engeland, Flamingoland is een van de leukere parken volgens mij. Want ik heb er ooit wel eens een keertje beelden over gezien. Maar wat hier precies staat, weet ik niet. Je ziet hier al heel veel spoilers op de achtergrond. Ik ben heel erg gehyped over die oranje. En er staat daar gewoon weer een El Condor. Gewoon, ja, maar die is wel standaard. Leuk, denk ik. Oh, ja. En er staat daar ook iets, een kleine spoiler, daar ga ik niet in. Niet? Oh, nee. Armin? Toch ingaan. Je bedoelt een reuzenrad van Slagharen, toch? Daar ga ik ook niet in. Ik ook niet. Ik heb helemaal geen tijd voor. We gaan. We gaan. Zo, eerste attractie van de dag, jongens. We gaan gelijk weer naar het toilet. Tuurlijk, tuurlijk. Je weet hoe het is. Echt ongelooflijk met die Lars. We zijn net in het park, Flamingoland, met zenuwenmuziek, dus dat vind ik echt helemaal leuk. Ja, het is helemaal leuk. En het eerste wat we gaan doen is de toiletten, tenminste Lars moet naar het toilet. Tuurlijk moet Lars naar het toilet. Ik zie hier al een attractie staan, die heb ik gedaan in Oostenrijk, die staat hier dus ook. Die ga ik niet leuk vinden, ik denk dat niemand die leuk vindt vinden, maar toch, we gaan hem wel doen. We gaan alles doen. Het is wel heel soepel. We gaan gewoon alles doen hier. Nou, laat het. Behalve dat, behalve die... Spaceshot. Nee, die drakennest. Die, ga ik ook niet doen. Wat zijn dit voor een vage attracties, ouwe? Ja, maar ik weet ook oprecht niet wat hier staat, want ik heb wel opgezocht waar we naartoe gingen. En toen zag ik één achtbaan, dat was volgens mij deze. Ja. En toen dacht ik, hier gaan we naartoe. Ja. Nou, hier zijn we. Wat een zenuwmachine. What the fuck is dit dan weer? Vandaag in het hele park gaan we snoep of je leven zeggen, maar dan in het Engels. En dan trick snoep treat en shit en zo. Dat meen je niet. Ik vind eigenlijk dat Nick die poes moet hebben. Ja, oké, is goed. Akkoord. Ja. Ik wil die oranje. Sinaasappelsap en eentje appelsap. Ja, we hebben als eerst drinken. Oh, ik wil sinaasappelsap. Ja, maar nou vind ik de verrassing wel leuk. Ja. Oh, dat is echt heel leuk. Dit dus we komen bij een... Dit is sowieso dus we komen bij een... Ja, dat klopt! Ja, dat is... Zo waar dit, ja. Zo waar. Hoeveel heb je hiervoor moeten betalen? Ik heb 4 pond per persoon. Oh. Maar dit krijgen jullie van mij. Ah. Zo lief lang. De camera staat aan, hè. Oké, we zitten dus te wachten op de boosterbike. Die karretjes zien er echt heel mooi uit, moet je kijken. Mooie duct tape, alles. Zin in? Weet je, het is gewoon boosterbike dit. Nee. Jawel, het is gewoon boosterbike. Eens? Ja, oude de lounge is leuk. Lars is 9 van de 10 keer met mij eens. Dat is niet waar. Jullie hebben altijd dezelfde mening. Ik vond het gewoon een grappig baantje, hoor. Ja, ik vond hem echt leuk. Ik vond hem veel beter dan boosterbike. Ja? Ja. Hij is wel beter dan boosterbike, maar het is gewoon wel hetzelfde. Ik kwam eruit, zegt hij. Wat is dat ding dan? Soepel? Jij mag echt niks zeggen daarover. Helemaal niks meer. Nul. Ik vond de rammelbakkie. Jij wel 3 banen in plek voor. Maar ik vind het niet erg als hij een beetje rammelt, maar... Ik denk dat dit het minst leuke van het park is. Dat denk ik ook. Dat kunnen we nog niet beslissen. Dat is waar, we kunnen het nog niet beslissen. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja. Dat denk ik wel. Nee, maar laat ik het zo... deze nu wel leuker dan heel Blackpool, hoor. Oh, we zijn echt niet te spreken over Blackpool. Ik ben echt hyped over Blackpool. Ja? Ja. Nou, misschien is het leuk als je er alleen in gaat, gewoon helemaal alleen. Dat lijkt me leuk. Ja? Dan gaan wij allemaal naar jou kijken. Nee. En dan rijden wij terug naar Blackpool. Nou, leiden jullie terug naar Blackpool, blijf ik hier, ja? Ja, is goed. Hoe kom je thuis? Hey Nick. Nee. Heb je Puk en Pluis meegenomen? Ja, klopt. Je bent zo'n fan, je denkt, neem me gewoon mee. Fan.
Luister, ik ben gedwongen om dit tasje te dragen, want ik had een heel ander tasje. Zijn. Ja, dat klopt. Je moet dit tasje dragen. Nou, ze hebben hier in Engeland allemaal van die arcades in die parken. Dus ik ben net even in zo'n arcade wezen kijken. Niemand wilde mee. Zelfs Lars wilde niet mee. Arcade. En zelfs Lars wilde niet mee. Weet je wat ze daar hadden, Lars? Nee. Zullen we daar gewoon eten? Ja, zie het? Dat dacht ik al. Kijk jongens, hier is Archipel wel geopend. Je ziet het, het is ook heel druk. Überhaupt, het park is heel druk. Helemaal niemand. Helemaal uitgestorven. Kijk, ze hebben hier ook El Condor. Oh jongens, we gaan in de Mumbo Jumbo. Dat is leuk. Zou je mogen vapen of niet? Ik denk het wel. Back or neck nee, mag problems. Ik niet. Nee. Nee? En ik ben ook onder invloed, mag ook niet. En ook een hoge bloed. Ik ben ook zwanger. Hij is ook recentelijk onder de mes gegaan. Dat is echt zo. Nou, Patty mag er ook van niet. Ik denk dat we ook niet mogen. We hebben spontaan rugklachten na die Big Dipper hiervan. Ja, zo waar. Dat is zo waar. Wij gaan hier niet in. Of nee, toch niet? Holy shit! Oh! Oh! Oh, oh mijn god, ouwe. Deze is wel vet. Oh! Holy shit, haarspelpop! Oh nee, oh what the fuck! Nou, dat was de Jumbo Mumbo, weet ik even hoe die heet. Wat een leuk ding. Echt, ik ben niet snel positief, maar vandaag ben ik positief. Nee, ik ben eigenlijk bijna altijd wel positief. Maar ik vond het, ik denk dat iedereen het wel mee eens is. Dit is denk ik wel de leukste attractie van de tripje tot nu toe. En heel uniek, want ik hoorde van Lars, er zijn er blijkbaar maar 3 van op de wereld gemaakt. Ik weet dat er eentje in Frankrijk ergens staat. Die heb ik ooit al een keer voorbij zien komen. Toen dacht ik echt van, dit wil ik een keer doen. En waarom? Het is gewoon, ja, moet je kijken, alleen die drop al. Een van de stelste drops, volgens mij ter wereld. En ja, dit is ook heel leuk. Je blijft hier even op zijn kop hangen. En dan ga je zo naar beneden. Ja, gewoon een hele leuke achtbaan. Heel leuk. Welkom bij Team Park Science en we staan hier bij een achtbaan, dat is de stelste achtbaan ter wereld. 112 graden op zijn kantje, totaal niet volgelezen vanaf een bot. Maar dat was Team Park Science voor vandaag. Dat komt wel uit 2009, dus ik weet niet of wereld record nog geldt. Het is niet meer de stelste achtbaan ter wereld, dat is de Takabisha, 121 graden. Die staat in Japan. Ja, goed geraden. Ja. Nee, niet geraden. Nou, dit was Team Park Science voor vandaag. Wilt u nou meer zien? Volg ons dan onze social media kanalen. Tot de volgende aflevering. De volgende achtbaan, El Condor. Nou, Nick is heel erg hyped, hoorde ik net. We zijn nog geen uur in het park en hebben nu al bijna de helft gehad. Ja, zo waar. Net zo rustig. Ja. Normaal. Het is echt weer zo'n park wat zo rustig is dat je eigenlijk je
snel kan gaan vervelen. Oh, jongens. Jongens. Ik wil hier niet in. Ik denk oprecht dat ik dit niet leuk ga vinden. Welk ding? Weet ik veel. Nee, ik ben bij elke attractie gewoon bang om mijn camera vast te houden. Of dat ik hem verlies. Want volgens mij gaat deze heel erg schokken. Als ik de baan zo zie. We gaan het meemaken. Ben je hyped, Lars? Ik kan jou niet eens zien. Ben je hyped? Nee. Nee. Volgens mij niemand. Nee, niemand is hyped geweest. Ik denk dat we hem één keer doen en dan niet meer, denk ik. Oh ja, hij valt uit elkaar. Moet je kijken hoe het er ook uitziet hier. Heel goed, ik roest uit elkaar. Auw, 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 auw. Niet ziet. Stitch. Fout. Peppa Pig. Sinds wanneer is dat een ding? Is nooit een ding geweest. Ja, ja. Jullie zullen misschien wel denken, waarom kopen ze nou weer chocola in het park? Nou, trick or treat. Trick or treat. Ja, dat moesten we doen met die zakjes. Ja. Dat heeft Lars 4 pond pp gekost. Dus we hebben lekker chocolaatje. Echt lekker. Je hebt ook lekker chocolaatje. Ja. En Lars? Oh, zal weer op, hè? Nee, hij is echt op. Hij is echt op. Chocolade. Hop, hop. Dat is lekker. Nee. Nou jongens, we komen net uit Hero. Hero. Nou, Gino, je bent echt een hero. Ja man. Ja man. We komen net dus uit, eigenlijk zelf als Volare. Nou ja, hè? Voor jullie allemaal de eerste keer. Allemaal de eerste keer. Heel mooi. Maar ik heb deze al een keer gedaan. En dat was in Wiener Prater, Oostenrijk. De meest onsoepele achtbaan die ik ooit heb gedaan. Dus ik was heel erg zenuwachtig voor deze. Ik denk, oh, dat gaat heel erg worden. Maar hij was soepel. Hij was gewoon verrassend, hè? Ja, hij was echt verrassend. Hij was heel soepel. En heel leuk ook eigenlijk. Hij was heel leuk. Ja, ik vind het echt een hele leuke attractie. Het enige wat ik een beetje jammer vond is dat ding bij je schenen. Ja. Maar dit is zo illegaal. Ja, kijk, nee, oprecht. Kijk. Je staat op een trap. Ja, als je je voeten weghaalt. Ja, dan val je er oprecht eraf. Ja, dat is, ja, je zou het niet geloven, maar ik zal het even proberen in beeld te brengen. Kijk, je ziet die trap daaronder en daar sta je dus met je voeten op. Stel, je haalt je voeten naar boven en dat kan. Dat is niet dat het onmogelijk is. Dan glij je letterlijk uit de attractie. Dus dit zou in Nederland denk ik nooit goedgekeurd worden. Maar in Oostenrijk en Engeland kan het allemaal gewoon. Dat is zo waar. Wat een bijzondere taak of een ketting, hè? Heel raar. Er mag een ketting. Hij wordt gewoon omhoog geduwd, gewoon letterlijk. Ja. Oh, ja. Oh,
jou. Ja. Hoe vond je hem? Ja, ik vond deze wel echt heel sick, man. Jongens, ik weet niet of jullie het aan mijn gezicht kunnen zien. Maar het is nat. Het is echt zeiknat. We gingen in die attractie zitten. Sick. En ik merkte al dat die karretjes nat waren. Ik denk, hoezo zijn ze nou nat? Nou, je gaat dus een of andere space tunnel in. En zeiknat door de rook. Zeiknat door de rook. Maar ik zeg je eerlijk. Dit vind ik de leukste achtbaan die ik tot nu toe dit tripje heb gedaan. Ja, ja. Ik ook. Wel hè? Ja, daar zijn we het allemaal mee eens. Ja. Vooral dat einde. Als je die rolls. Die zijn echt sick, ouwe. Ik dacht echt, ik val eruit. Ja. Ik dacht dan serieus. Ik vond hem zo vet. Ik vond hem echt heel leuk. Ik vind hem in Thor Park staat hij ook. Exacte clone staat in Thor Park. Daar is die ouder hè. Hier is die Splinter nieuw, is dit jaar geopend. En in Thor Park is hij al oud en is hij ook een stuk wel soepeler. En die rolls zijn daar anders. Die voel je niet zoals je ze hier voelt. Als je echt die rolls wil voelen, dan moet je erin gaan. Dus we zijn allemaal positief. Ja. Ja. Nou, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Hé, hey, kijk eens, je toekomst. Nick, ja. Word je liever gelikt door een giraf? Nee, kat, sowieso. Ja, door een kat? Sowieso. Waarom? Luister, ik ben gelikt in Slaughterhouse. Dat klopt, ja. Ja, klopt. Heb je die vlog nou nog niet gezien? De Walibi Holland Halloween Friday's vlog? Kijk hem even. Ik denk dat meer mensen die vlog hebben gekeken dan dat mensen deze vlog gaan kijken. Maar maakt niet uit. Nou, ik vind dit echt leuk. Ze hebben hier... Wat? Oh, wat is dit? Dat zijn tijgers of iets. Doe normaal. Het zijn cheetahs. Oh. Cheetahs? Er liggen hier gewoon cheetahs. En nou ja, boeien, weet je. Ik bedoel, moet je kijken wat hier staat. Dat is toch veel leuker. Gewoon een Henry. Oh, je ziet hem niet. Oh ja, een Henry. Ach, liever dat Henry te voelen. Kijk toch, eens kijken. Hij is aan het blazen. Wat een groot ding, hé. Hij is aan het blazen. Blazen? Ja, blazen. Wat een lelijk beest eigenlijk. Nou, je bent ook niet mooiste, hè. Hé, maar Nick. Ja? Dit lijkt wel een beetje op die poes van jou. Kijk. Hier, lok hem even met je... Hij valt me echt zo aan, hè? Ik zweer het. Oh, wat een leuke boot. Daar moet je kijken. Huh? Een leuke boot. Boot? Ja. Oh, daar wil ik in. Dit is die met die grote val. Dit lijkt een beetje op Valhalla, dit. Dit kan niet. Dit kan niet legaal zijn. Nou, dit is heel vaag. Je komt hier giraffen tegen, cheetahs tegen, een ninja turtle. En, we staan gewoon in een pretpark, hè? Ik had nooit verwacht dat ik dat nog ging zien, dit tripje. Maar Nick wel, want Nick die heeft het namelijk allemaal voorbereid. En Lars wist er ook vanaf, hè Lars? Wat? Wat gaan we nou doen? Trick or treat! Ja, natuurlijk gaan we trick or treat, hè ja. Lars? Tuurlijk. Ja. De chocola kan er wel weer bij. Kijk dan, ik heb een spin. En een spin. Wat zegt hij nou? Weet ik het niet. Yo, ga je echt eten? Ik heb het al bijna op. Ja, jij wel Lars. Wat is het? Nee. Cool, hè? Nou. Alsjeblieft, Lars. Zou ik hetzelfde hebben gekregen? Ja. Ik denk het wel. Oh ja, wat een verrassing. Kijk eens, Lars. Alsjeblieft. De volgende attractie. You are going to get soaked on this ride. Ik kan me herinneren, Valhalla stond dat ook aan het begin van de ding. En het leuke is ook, ik zie iedereen er ook echt soaked uitkomen. Hebben jullie er zin in? Nee, nee. Het was niks een idee. Ja, het was niks een idee. Ja. Nick, jij gaat als enige voorin zitten. Wat eindelijk. Nee. Wat denk jij nou, Lars? Eindelijk. Huh? Ik ken niet mijn idee. Wat leuk, ze hebben hier gewoon dieren. Nou. Allemaal van die vogels. Die vogel. Ben ik nou in beeld of die grafvogel? Ben ik nou in beeld of die grafvogel? Vind je het leuk, Lars? Nee. Boeien. Ja, boeien. Zo jammer dit. Zo spectaculair dit. Wat een slecht idee. We staan stil. We staan echt stil. Vandaar dat het zo lang duurde net.
Oh, wat is dit een slecht idee. I know, man. Zo goed, hè. Je hebt er geen zin in, hè? Ik ook niet. Hey, toffe show hebben je binnen. Toffe show hebben. En wat voor show? We worden echt zo gesmeerd. Heb je zin in Nick? Geen antwoord. Au! 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 We kwamen ook al los van die banen. Dit was echt de meest onsoepelijke afdaling die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik letterlijk los van die baan. We kwamen echt los van die baan. Hey, en dan nog iets, hè. Er kwam water vanaf de zijkant in de boot. Oh. Dus mijn schoenen en mijn sokken zijn verzopen. Oh, oh nee, die geur van vanavond wil ik niet raken. Dat wordt Doritos. Nou, hè, mijn haar zat al niet, nu helemaal niet meer. Wat was dit verschrikkelijk. En wat een slecht idee. Wings idee was dit eigenlijk? Ja, niks een idee. Nick, wat een slecht idee. Weet het. Wat is dit? Lars, gaat het goed? Nee. Je loopt er echt bij alsof je... alsof je in je broek hebt gezeten. Ja. Heet je volgens mij? Geschreven. Kijk, wij zijn daar allemaal droog. Alleen Lars, heb je iets uit te leggen? Wat doe jij nou? Nou, dat zou ik nog nooit doen, Lars. Hoe voel je nou met Gino? Ja, I am never so wet geweest. Never so net. Ja. Zo wet geweest. Maar waar ben je allemaal nat? Zie je niet de natte pijn? Ja. Natte Gino. Waar ben jij allemaal nat, Lars? Ja, geen idee. Nou, vooral daar, hè? Daar. Ja. En ja, ik ben hier. Ook, ik ben ook hier nat. En die zij kan me kijken. En waar ben jij nat, Nick? Mijn S. Mijn S. Het weet je nog dat we vorig jaar 3 uur naar Paradise hebben gereden voor dieren te kijken? Ja, dat klopt, ja. Zo, ik moet even een bocht maken, hoor. Hé, hey, waar gaan we nou naartoe, jongens? Gaan we naar een aquarium? Hoezo gaan wij naar een aquarium? Waar? Oh, wat leuk! Schildpadden kunnen altijd in de zee, hè? Ja, dat is niet helemaal waar. Niet? Nee. Laat weten in de comments of dat kan, ja of volgens nee. Volgens mij kunnen altijd schildpadden zwemmen. Oh kijk, hier hebben ze volgens mij piranha's. Of niet? Laat het hopen, gooi je erin. Ja, wil jij eerst? Ja, is goed. Dan kun je daarna vertellen hoe het was. Ja, ik denk het niet meer. Ik wil gewoon een houten plankje voor een Wat is dit dan? Dit zijn wel piranha's, denk ik. Nee. Dit zijn... Frontosa chiliglitch. Ja, dat wist ik wel. Ja, dat wist ik wel. Hé, ik hoor... Jipke. Nee, dat is Arendo. Oh. Hé, weet je wat zo mooi is? Lars loopt nog steeds met zijn tasje, heb zoveel honger. Hou op! Nou, stil. Kijk hoe leuk, ze hebben hier gewoon allemaal aapjes. Tino, wat leuk! Een vogelshow. Nee, maar ik heb niet naar die vogel gekeken. Je hebt niet naar de vogel gekeken? Nee. Ik haat vogels. Ik haat echt vogels. Echt de ergste beesten die er gewoon zijn, vind ik vogels. Dus ik hoef ook niet te kijken. Dan kijk ik liever naar die zeeleeuwenshow. Luister dan, we zijn nog zo'n 5 kilometer aan het lopen voor die trick or treat. En dan krijg je het er niet te zuipen. Zo waar. Te eten. We zijn niet de enige met zo'n tasje, zie ik alweer. Heb je al gehad? Zien we eens even een umbrella kopen. Want het gaat namelijk regenen de komende dagen. Ja. Hallo, trick or treat. Nou, krijgen we nou iets lekkers hoor, moet je opletten. Yes. Special one. Oké, okay, thank you. Have fun. Oh, Gino, moet je nou eens kijken wat een prachtige flamingo. Die wil ik. Wat de fuck moet je nou weer met een flamingo? In de tuin natuurlijk, de buren zullen stinkjaloers zijn. Ja, moet je nou eens kijken wat een prachtige flamingo's dat zijn. Oh, echt leuk, die wil ik. Wat moet je nou met flamingo's? Nou, in de tuin natuurlijk, de buren zullen stinkjaloers zijn. Lars, ik moet nog beginnen aan mijn snoep, hè? Die van jou is gewoon alweer op. Het is toch verschrikkelijk? Wil je naar de buren stappen? Zou je binnen mogen vapen of niet? Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Nee. We hebben trouwens geen eten gehaald. Je kon hier dus niet eten. Oh,
toch eten gehaald. Wat? Waar ging je toch een restaurant eten, Lars? Lars, je hebt net een hele snoepstaaf naar binnen gewerkt. Dat is vooraf, ja, dit. Moet je kijken. Gadver, dat ligt er al 3 jaar. Dat ligt er al 3 jaar. Kijk, heb je een great service, Kevin? Ja? Great service? Ja, inderdaad. Oh, ik wees die aan. Ja, maar die is maar dat ook een. Die is precies zelf. Ja. Wat een leuk ding. Die wil ik. Die wil ik! Zelfs de dog van Scammy was nog beter dan dit. Dat is zo waar. Maar daar komen ze. Ik ga helemaal stuk. Je ziet Nick gewoon in een deuk liggen. Ja, vind ik gek. Oh, Lars, kijk nou. Phantom Mena. Ja, hier is het. Lars, we zitten echt in de slechtste dark ride die we ooit gaan doen, denk ik. Ik denk zo. We raken echt van de baan af, hè? Ik ben serieus met je. Wat is dit? Ja, wat is dit? Dit is toch geen Halloween, dit is toch geen spookhuis? Moet je die muziek horen? Het lijkt een carnaval festival. Nou, toch wel. Die boxen zijn ook goed, man. Ja, dat denk ik, dat is waar. Get ready up to smell. Zou je hier mogen vapen? Oh, mag je hier niet vapen? Oké, luister. We hebben onze laatste trick or treat gehaald. We hebben een lekkere spin. Wat ben jij een keer die het doet? Spider. We hebben een spin. En wat heb jij, Gino? Ja, een spin of zo. Spin. En wat heb jij, Lars? Een toort. Ja, zo weer op, hè? Misschien. Zo, jongens, we hebben eten gehaald. We hebben een buttered sausage. Heel lekker. En wat heb jij? Nee. Iets van vis en chips. Hè? Een hotdog. Hotdog. Dat stond op het scherm. Hotdog. Oh, lekker. Mm. Ja. En wat heb Lars? Lars heeft natuurlijk weer... Oh. Nou, wat is dat? Garnalen. Ik had dat gewild. Je lust niet eens garnalen. Nee, dat is waar. Nou, het eten was een groot succes. 3 borden. Allemaal niet opgegeten. En Lars natuurlijk er wel. Nee, Lars, ik heb dit keer echt niet. Nee. Dan kun je nagaan hoe slecht het is. Ja, inderdaad. En de reden waarom we het zo vies vinden. Ik ga even heel vies doen. Ik doe het speciaal voor de vlog, jongens. Kijk dit. Het druipt er letterlijk uit. Oh, wat erg dit. Er gebeurt niks, hè? Kijk dan. Oh, wat erg dit. Nou, die vis. Oh, het komt er echt eruit. Eeuw. Oh, gast. Dit is echt niet oké, man. Nou, dit is dus heel de reden waarom we het niet hebben gegeten. En het is gewoon 1 bonk met vet gewoon. Mijn handen zijn nog nooit zo vet geweest. Oh. Dat is echt heel ik denk, dat dit meer dan 800 kilocalorieën was. Ja, dat stond daar ook. Dit is de halve pituurpan. Daar was die fan van die dierentuin zo dik. Ah, ja. Eet elke dag hier. Ja, leuk. We zitten in Volare, hoe heet het ding ook weer, Lars? Hero. Oh, Hero, ja, ook goed, joh. Nou, doet me echt denken aan dat ik hier zat in Oostenrijk. Maar ja, zoals ik al verteld, deze is wel soepel. En nou durf ik wel te filmen, want ik weet dat die niet heel erg onsoepel is. Dus valt wel mee. Heb je deze gezien de praat gefilmd? Ja. Ik moest ook maar eens even kijken of het klopt. Wat? Niet. Oh, wat slecht. Oh mijn god. Nu voel ik me onveilig. Oh, daar gaan we hoor. Dit gaat zo fout. Oh. Dit gaat zo fout. Dat was wel klap, man. Ai, 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 ai. Oei, 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 oei
Ik heb echt nergens last van. Ja, maar ik heb nu echt nergens last van. We zijn nog even in de Slik geweest. Slik? Ja. Ik vond het echt een hele leuke attractie, Slik. Ik ook. Is een sick. Hij is sick, hè, Gino? Ik vond hem ook sick, Lars. Mm-hmm. Ja, je bent nog steeds met een ijsje aan het eten, zie ik. Godsamme, weer eten. Lekker. Kijk even je eigen hand. Ja, maar moet je kijken, het is echt goor gewoon. Hij ligt er al 5 weken. Sirocco. Echt een leuk park. Flamingoland. Echt helemaal top. Niet ons ijsje erbuiten. Positief verrast over Flamingoland. Leuk park, leuke attracties. Aardig personeel. Nou, eigenlijk laten bijna... we daar even over praten. Qua nou, personeel. Ja, oké, okay, ja, dat is wel een goeie. Want we hebben, de auto houden we altijd heel lang aan. Nee, dit is echt inderdaad heel leuk om te vertellen. Want ik heb het nog nooit gezien in zo'n park. Nee, dat zo AirPods, oortjes, eigen gewoon kleding. Letterlijk telefoon. Zonnebrillen binnen. Ja, telefoon, ja, letterlijk. Zonnebrillen binnen, ja. Ja. Het is net Erwin. Echt zo. Gewoon een hele donkere... Het was gewoon... Poortjes gingen open, zonnebril af. Ja. Beugels controleren, zonnebril op. Ja. Dat is heel raar. Dan heb je denk ik echt iets te verbergen. Je denkt, is geen wachtrij. Vervolgens zit je 20 minuten in attractie te wachten tot hij helemaal gevuld is. Want ze laat je niet alleen gaan. Zo jammer dit. Zo jammer dit. Oké, wat vond jij de leukste attractie, Nick? Wat een spookhuis. Het was echt de ride van Skermie. Nog erger dan dat. Nog erger dan dat, ja. Ja, oprecht. Oprecht. Het was echt nog erger dan dat. Nee, ik heb een nog slechtere gedaan, denk ik. Die staat in Energielandia. Dat kan niet. Maar dan gaan we daar naartoe doen, ja. Daar staat echt, naar mijn mening, een nog slechter. Alleen deze... Wat? Heb ik iets gemist? Achter de schermen. Ik heb iets gemist. Achter de schermen. Achter de schermen.
Die muziek echt. Over de melig, over de melig. Wat vond jij de leukste attractie hier dan? Ja, de sick. Sick, en jij, Lars? Ja, die was wel heel sick. Ja, het ijsje. Het eten, dat dacht ik al. De trick or treat, dat vond Lars het leukste vandaag, trick or treat. We hebben heel onze poster compleet met allemaal stickers. En we hebben heerlijk gegeten. Nee, ik was positief verrast over Flamingoland. Het was een verrassingsding. En we zijn echt verrast. Nee. Ja, leuk parkje. Moet je hiervoor naar Engeland komen? Nee. Dat dan weer niet. Jawel. Nou, ik zou liever hier voor naar Engeland komen dan voor Blackpool. Dat is zeker. Dat was het dus weer. Doe een duimpje omhoog, want we gaan nog meerdere parken doen met Halloween en in Engeland. Dus blijf vooral lekker kijken op Kevrijd. En dan zien we jullie bij de volgende video. Moet je weer poepen, Lars? Ja. Dat is de vierde keer al vandaag. Nee, dat zou de derde worden. Nou, ga jij poepen, dan rennen wij weg. Ja. Zeg even de doei. Doei. Yeah.